Hey John, good morning. Hè? Kijk, ik heb hier een radiografische auto geprint. En je ziet dus dat bijvoorbeeld dit deel zit gewoon via een schuifsysteem in het achterdeel. Zie je? Dat heb ik zo gemaakt. En ook deze stukken, die zijn allemaal apart. Dus die zitten er allemaal met schroeven in. Kijk maar, die heb ik al vastgeschroefd. Zie je? Ik heb openingen gemaakt voor de moertjes. En dan zit er aan de onderkant zit er zo'n inbusboutje. Nou ja, dat is keihard. Dit kun je gewoon met 60 kilometer tegen een muur aan knallen. Kijk, die stuur is klaar. Ik moet er even lagertjes erin. Kijk, die wielen zitten een beetje los hier. Ik heb die wielen geprint. En, heel leuk, kijk, dit is flexibel filament. Zie je, dat is rubber. Dus ik ga ook de bandjes printen. Ik laat wel zien als ik dat gedaan heb. Dat werkt heel leuk. Je kunt echt alles printen met die dingen. Dit zou je trouwens nooit met jouw printer kunnen printen. Een stukje rubber printen is toch altijd wel leuk, hè? Een dopje of weet ik wat allemaal veel. Kijk, mijn printer die staat dus op die poot hier. En kijk, dat is gewoon een stukje rubber wat ik geprint heb, zie je? Dus dat is wel grappig. Maar kijk, dit is die auto. En zie je, hier komt de motor in, achterin. En hier komt de servo. Aan de voorkant. En hier staan twee magneetjes op. Dan kan ik dus de carrosserie ermee opplikken. Kijk, dit wordt de carrosserie. Die heb ik gekocht. Zie je? Die kan ik eens opklikken. Dus ja, dat wordt leuk. Je eigen RC-auto printen. En ik heb er nog een neergestorte helikopter. Ik vloog vroeger ook met helikopters. Kijk, dat is deze. Die is gecrashed. En dus het hele onderstel is naar de kloten. En dat onderstel heb ik ook geprint zien. Dus dit is het onderstel wat erop zit. En nou, ik heb even de kabeltjes losgehaald. Kijk, even doorgeknipt. Er is ook iets in de fik gevlogen met een accu. Zo, zie je. Dit is de rotor. En dit is de counterrotor. Zie je, ik kan zo dat geflappen, weet je wel. Periodische kanteling noemen ze dat. Dat is interessant. Ik weet niet of je dat boekje kent. Bouwen van helikopters. Daar staat het allemaal in, hè, hoe dat werkt. Maar je ziet, je kunt alles maken. Ik heb hier nog wat onderdeeltjes geprint voor die auto. En tonsdeeltjes en ringetjes en dat soort dingen. Dus, maar die auto zou je nooit oppassen. Kijk maar. Als ik die auto hier opzet. Even kijken, we hebben de auto hier. Kijk. Dit is wel een grote plaat, maar kijk, ik pas er natuurlijk nooit op. Zie je? Dat gaat natuurlijk niet. Dat display, kijk, dat is een stuk korter dan die auto. En dat ging net. Dat kon ik net zo diagonaal op die plaat zetten. Hè? Maar je ziet, dit is gewoon veel te groot. Maar je kunt net zo grote dingen maken als je wil. Ik heb nog een dingetje, wat heel groot is. Mijn vrouw die zit altijd 's nachts hier te lezen, vaak op de bank. En wij hadden dat, ik heb ook weer dat hele mooie designlampje van Philips gekocht, een ledlampje in Nederland. En ze zei ja, ik wilde het dan hier op die bank zetten, maar dat dondert naar beneden. Dus wat heeft Robbie gedaan? Kijk, ik heb zoiets gemaakt. Ze wilde dus geen gaten hier in de muur. Ik denk nou, dan print ik zo'n platformpje, helemaal zelf getekend. En dit deel zie je, daar zit een lijmplek op. Die heb ik aan elkaar gelijmd, want dit kan ik natuurlijk nooit op die plaat kwijt. Zo'n ding zie je. Dus je zet het zo tegen de bank aan. Je duwt de bank tegen de muur aan en je zit dit, zet je erin. Kijk, pas perfect. Nou, mijn vrouw vindt het helemaal top, joh. Precies wat ze willen. Ja, dus zo zie je maar weer.